Nee, nee, nee! Oliebatter! Zo! Wij kwamen net van het politiebureau. Die meisjes zijn monster! Goedemorgen, welkom bij een nieuwe vlog. Bali vlog. Are you happy today? Nou, vertellen. Ja, oh kut, nu zit mijn haar in mijn gezicht. We zaten naast een leuk iemand in het vliegtuig. En die is nu met haar vriend hier. En daar gaan we nu mee padellen. Helemaal leuk, helemaal connecting. Yeah, joh. Maar we gaan eerst even ontbijten, maar we hebben niet heel veel tijd. Je had wel een heel leuk gesprek gisteren met iemand. Ja, die vroeg, you want to sing for me? Ik zeg, no, I don't going to sing for you, no. Jawel, I want to hear your voice. Jawel ook. Dus we hebben een positieve dag, ochtend. Why you waiting? What do I have? Dit vindt mij ook leuk. Ja? Waar wil je daar over? Ik dacht klein aan het tandvlees van dit tandenborstel. Ja, hè? Ja, hè? Ik dacht dat het aan mij lag. Nee. Dat is wel lekker hoor. Hij is camera steeds. Geef je niet op. Zit ook vol. Nee, nee, nee! Maat, het gaat springen! Ja, maar hallo. Doe maar niet. Doe eens dichtbij filmen. Moet ik dichtbij filmen? Ja, doe maar. Maat, zometeen springt het op mij, hè? Ik wil echt niet... Ah! Nee! Zo. Dat was leuk. Ja, ik vond de bracht fucking leuk. Ik ook. Ik had het alleen tyfus heet. Ik ook, dat is echt plus. In het begin konden we er helemaal niks van maken. Nee, maar we hebben het wel goed gedaan. En op een gegeven moment dan krijg je er wel feeling mee. Dus ben je ook een beetje misselijk? Nee, niet misselijk, maar ik zit echt nog vol van mijn ontbijt. Ja, ik ook wel. Maar ik moet wel even rustig gaan maken. Dus gaan even een koffietje doen, even laptop dingen en dan daarna kunnen we weer verder. Nou, we zitten weer heerlijk bij Body Factory. IJskoffietje. Dit hebben we al als toetjes, een proteïne cheesecake. Ik ben heel benieuwd. Ik ben heel benieuwd. Vind je hem lekker? Nou jongens, wat een tyfusbende. Ja, wij kunnen dit gewoon niet. Dat is gewoon, als wij op vakantie zijn, dan gaat het gewoon. Sorry mama, als je dit ziet. Mama heeft geen last van. Nee, nu niet. Dus no worries. We hebben ons een klein beetje opgefrist. We hebben heerlijk bij Body Factory gezeten weer de hele dag. Lekker gegeten. Ruby, ik viel in slaap. Ik lag zo op dat bed. Yeah. En in één keer, ik was gewoon lekker aan het wegdromen. En in één keer... Ja, dat dacht je dan. Maar echt helemaal zo, mijn armen. Weet je wat het is? Ben je aan het ontspannen. Ja. En dan denk je spieren dat ze los kunnen laten. Maar je bent nog zo erg bij bewustzijn dat je dan die reactie geeft. Ja, maar dat was zo grappig. Dat las ik laat. Oh, maar ik vond het wel grappig. Oh, maar het was echt... Die man zat ook naast mij. Die dacht waarschijnlijk ook van... Oh, wat doet zij nu? Ja, maar die man die daarvoor... Die ook daar zat nog steeds. Daarvoor... Ja, die was bedoel ik ook. Die giant libel die vloog op hem af. Dus hij kijkt mij zo aan en ik moest zo lachen. Hij zegt, je zou dat. Ik zo, ja, ik zag dat. Ja, dat is zo kut. Want dan denk je, oh, ik hoop dat iemand het gezien heeft. Ja. Toch heeft dan niemand het gezien. Ja, maar ik kon wel lachen. Ja. Oké, let's go. Let's go. We doen even outfit check. Doen we even buiten het huis. Outfit check. Ja, het is gewoon, dit is echt onze go-to outfit. En make-uploos. Ja. Want dat smelt er hier toch weer af, hè? Nou, gewoon lekker een linnen broek met... Een topje. Hey. En ik heb ook alleen een broek met een top. Ja, helemaal nice. Oké, besef even dat wij dit elke keer op en af moeten. Ja, oh. Niet echt een bepaald fijne weg, nee.
maat. Ja, ik zie hem. Ja, weg. Oh, oh. Gaat hij niet te snel? Maat, rustig. Ja, kan hem. Ja, jij kan hem. Jij kan hem. Oh. Besef deze weg. Oh, ja, ja, sorry. Ja, ze toeteren hier dus. Op het moment. Hello. Hi. Yo. Ze toeteren hier dus op het moment dat ze langs je gaan, omdat je moet oppassen. Niet per se omdat je iets vervelends doet, zoals in Nederland. Besef deze drukte, jongens. Ja, what the fuck. De Canggu is leuk. We hebben leuke tentjes. Dan kan je van allemaal leuke dingen doen. Maar om hier te rijden elke dag is wel echt een zware overprikkeling. Ja, druk, man. Bizar. De mensen eten spaghetti helemaal zo. Nee, wij snijden gewoon als boeren. Hè? Are you twins? No. No, but they're just like twins. Sisters, but no twins. Kijk even zo'n giant slack, maat. Maat. Kijk jou dan zitten, maat. Springhaan, even serieus. Even serieus. Even serieus. Nou, wie had dat gedacht? 8 uur aan het ontbijt. Nou, jij, ja, Roy. Ik vind het helemaal bizar. We waren gewoon wakker. Ik had wel een gekke dag. Acht van. Echt heel hard. Dat kan je oprecht goed doen. Ja. Ja. We zitten nu bij Kopenhagen. Niemand kijkt erop van dat geluid. Het is natuurlijk heel normaal dat je dat hier hoort. Ja. Die ik ooit heb gegeten. Dus als je in Bali of op Bali bent, en je bent in Canggu, ga naar Kopenhagen, want dit is echt. Wat ben je al aan het doen? Ja, ik doe mijn hond. Hey, hond. Nee. Die kwam er. Oh, hij is hier nog anders. Ga weg. Ja, die hond wil dat. Hai, hond, ga weg. Ik wil jou niet aanraken. Kijk hoe ik helemaal zit, joh. Kus, move. Ja, doei. Dag. Ja. Dit ook. We zijn nu weer bij Body Factory en we hebben een les zometeen. Hoe heet het nou? Een breathing les of zo? Ja. Een soort yoga-achtig. Zo, helemaal in de zen. Bizar, wat je met je aanraden kan doen. Dat is zo gek. Ik viel in slaap en hij zei, hey, keep breathing you. Ik viel echt... Je bent het niet eens gehoord, je bent zo in een bepaalde. Ja, je bent echt in een roesje. Ik wou me bij deze zo... En dat moesten we doen. Dat is echt bizar. Alleen op een gegeven moment viel ik gewoon in slaap en toen keek hij. Hij zegt, ja, jij ademt niet meer, dus hij ging mij maar aantikken. Ja, ben je dood? Het is de laatste dag in Canggu. We gaan vanavond hier weer even sporten en het afsluiten. Maar eerst even langs Seminyak. Wij gaan weer lekker sporten. Yes, yes. We hebben er alweer een dagje op zitten. Ja, heerlijk bij een resort. Nee, wat was het? Een beachclub. Ja, een soort beachclub inderdaad. Oh, die tas doet het zeer. Ja. Maar we gaan nu nog even lekker de dag afsluiten met sporten en chillen bij de recovery. Ja, arme trainen. Yeah. Stepping in the spot like she own it. Looking like the world is your runway. She can set it off like a gunplay. Oh my. Yeah. Of the city with the body. Oh,
always getting praised like it's Sunday. She said, baby, what you gonna do about it? Loving your vibe, girl. That energy got me going. Vibrant. I wanna know if you can give me the keys to your heart, baby. All I need is you. All I need is you. Hello. You have to breathe. Be calm. Heet? Ja, dit is gewoon te heet. Oh. Hoe kunnen mensen dit? Nee, dit kan echt niet. Nee, dit is echt kokend. Gaan we in het zwembad daar? Oké, cool. Hugging the curves on that body. She bring the heat like wasabi. Is dikke salamander. Ja, echt met die wiggen waggel. Dat moet niet. Nee, hang ja, op. Maat, ik voel toch iets. Wij hebben net lekker een dinner gehad met, hoe heet die nou weer? Jona. Ja, en helemaal een conversatie gehad in het ja, Engels. Ja, jongen, wij kunnen helemaal echt, gezellig. We zijn helemaal sociaal bezig. Ja, we hadden echt oprecht een goed gesprek. Ja, het was echt diepgaand diep, ook, hè? Echt heel diepgaand. Maar je komt echt niet vaak dat soort mensen tegen die op hetzelfde energielevel zitten. En ja. Die gewoon op dezelfde manier denken. En dat was, ja. Had hij wel echt. We hadden hem eigenlijk niet aangesproken, maar hij begon gewoon van... In de sauna. Oh, de sauna van het is echt heet, bla bla bla. Nou, en toen op een gegeven moment toen kwam er gewoon een gesprek en toen zei hij van, oh, mag ik jullie joinen met eten? En ja, dat is dan gewoon echt heel gezellig. Ja, was echt heel leuk. We hebben met onszelf afgesproken dat wij ook gaan socializen. Ja, dus wij moeten de stap ook gaan connecten. Nemen. Ja. Crappy. Een hele goede morgen. Wij gaan voor de laatste keer ontbijten in Canggu. Hallo. Maat. Oké. Okay. Hey. Say hi to the camera. Huh? Oh. Hi. Hallo. Hij is zo toetig. Op naar Ubud-uurtje rijden. Ja. Is echt niks vergeleken hoeveel we moesten reizen in Thailand. Nee, dan is het gewoon chill. Ja. Onderweg naar een waterval. Oh, it's a rainy day. Ja, jezus. En wij gaan naar de watervallen. Ja. En het onweert keihard, maties. Ja, dat is echt niet normaal. Het is veel harder dan in Nederland. Zo. Maar is het dan niet... Wat? Is het dan niet dat als je dan in de waterval bent... In de waterval? Ja, dat je dan geëlektriceerd wordt. Geëlektric... Wat? Geëlektriciseerd. Ja, ja. Ja, precies. Kan dat. Waterval. Ja. Nou, ik hoop het niet. En anders is dit ons afscheid. Dan zijn wij zometeen dede. Nou. Hey. Oh, deze tas is bij eigenlijk wat veilig, hè? Ja. Ja. Zullen we hem wegdoen en een andere kopen? Nee, rot op. Nee, dit was duur. Oh. Naartoe, we zijn er naartoe. Dat is even iets anders dan Canggu, hè? Ja. Helemaal doorweekt. Let's go. Ik heb je al flikker in de zak. Close down. Close down. Thank you. Jongens, reality. Even te serieus. Ik ga stuk, maar het is wel leuk. Ik wil gewoon die foto. Oh, ik ben helemaal voor de rust. Oh, wat schattig. Banga, ja, jongen. Oh, hij is echt heel schattig, Roemie.
te horen, ja? Van het ging maken was echt heel lief. Hij is echt zo poepen. Telefoon is ook zo nat. Ja, en mijn camera ook. Hartstikke leuk hoor, Instagram. Nou, ik heb wel lol gehad hoor. Nou, ik heb ook heel veel lol gehad. Het is gewoon eigenlijk ook een leuke activiteit. Ja. We zijn bij ons resort. We gaan even lekker zwemmen. Ja. En dan gaan we alweer eten. Ja, die mensen die zaten hier helemaal in een rustige vibe. Komen wij aan. Kia en Rui. Hoi. Hoi. Zal ik nu ook maar niet zeggen dat je, hoe heet het, op je neus hebt? Zonnebrand? Ja. Zou ik dan ook niet zeggen dat jij ook zonnebrand op je hele gezicht hebt? Dan? Echt? Ja. Nee, niet doen. De palipelli. Oh ja. Maat! Ja? Ja. Oké, we're going to have a dinner. Gaan we sushi eten? Ja, ik wil sushi. Volgens mij kan je daar sushi eten. Zest. Zest. Jouw huid, maat. Het laat los. Ik vervel. Je vervelt. Ik dacht jouw pulk. Mijn pulk. Ik kan nog helemaal niet goed doen. Ja, maar jij pulkt altijd. Ja, dat klopt. Zo, de jus. Keusje. Yes. En jij dan? Oh. Oh, heel mijn haar is een klopmaat. Wat van mij? We gaan nu even de... Hoe heet die tempel nou? De Tirta Empel. Nog wat. No, no. No. I don't like banana. Want is dit? No. 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 No, thank you. Thank you. Alleen maar filmen. Ja. Ik wil geen banaan. Banaan. Normaal wil ik wel banaan, maar waar ben je nou?
Zo, wij gaan naar de Holy Springs. Holy water. Zo. Waar is holy water? Hier are healing ourselves. Zo. Nee, dit is eigenlijk onrespectvol. Ongepast. Ja. We staan nu hier bij dat holy water ding. Moet je even kijken hoe druk het is. Ja, dit gaan we dus echt niet doen. Hier ga ik echt niet voor in de rij staan. Ik vind het heel leuk. Nee, maar ik ga hier niet mee. Ja, en ik ga hier ook echt niet voor in de rij staan. Oh, allemaal vieze mensen gaan hierin. Ja, en dan moet je dat drinken. En nou, dus nu snap ik waarom mensen de Bali Belly krijgen. Oh, wow! Visjes! Doe meer saai jullie dan. Sorry. Oh, hij stinkt. Even dus een fotootje maken van twee andere mensen. Vind je het nog leuk, nee, maat? Nee, tempels zijn niet ons ding. Nee, hè? En we moeten zo'n afschuwelijk lelijke rok aan. Ja, kijk, het is echt niet dat... Ik wil ook mijn haar los. Dit ziet er niet uit. Kijk, het is echt niet dat ik geen respect heb voor dit soort dingen en zo, maar het is zo gigantisch druk en zoveel mensen dat de rust die hier eigenlijk zou moeten hangen er niet is. En ik vind het gewoon belachelijk dat iedereen daar zo in de rij gaat staan. Ik snap het, maar het is niet mijn ding. Wat doe je nou? Ja, even een handdoek over onze tassen heen doen dan, denk ik. Oh, we krijgen een stortbui, jongens. We krijgen een stortbui. Die druppels zijn tering groot! Wat was dat? Weet ik niet, een groot beest. Je even voor mij, ja la 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 la. Auw, godverdomme! La 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 la. Hey! Wat zijn dat allemaal aanvallers? Druppel in mijn oog! Vogels zijn in de stress, maat. Wat is la 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 la. Weggaan. Hij mij. Ja, bye. Doei, boys. Doei. Nee, het komt mee. Het komt mee. Ja, oh. Oeh. Wij gaan de dag afsluiten bij ons hotel. Met een sauna en eventueel een ijsbad. Jij moet je lach inhouden, hè? Ja. In de sauna. Ja. Refreshing. Thank you.
Oké, ijsbad. 1, 2, 3 en... Oh, ja. Yes, yes, you can. What are you doing with the... with the lashes? The blood? Brunch? Yes, yes. Yes? Yeah. My English is better than you. Yeah. No, no, no. Yes. Okay. Okay, my Russian English. Okay. Okay. Yes, yes, we're done. Sorry, it's not about you, it's just the whole thing. Yes, yes. Okay. We don't understand it. Because we fall with the nose in the motor. You shooting funny video, yeah? Okay, this is funny podcast. Yes, funny podcast. Okay, but explain. Yeah, what are you doing? Is this a sort of healing or what is it? Yeah. With brunch, yeah? What are you feeling? I don't know. Relief. I don't know how it's explained because it's like Russian magic, you know? Right. They make it in like this one and you're feeling, whoa, what is it? Okay. You are famous in Bali? Yes. Oh, really? Yes. Oh, that's great. Nice to meet you. I have to say, is mijn poepgat. Is mijn poepgat? Yes. Roze of bruin? Rosso brown. It's about my testicles. Yeah, your butthole. Yeah. Een boterham met pindakaas. Boterham met pindakaas. You're really good. Yeah, it's really good. Is boterham. Erg lekker. Oh, is die vraag. Erg. 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 Erg lekker. Lekker. Erg lekker. Yeah. Thank you. Good. You're very good. Yes. Yeah, don't problem. Oh. Oh yeah. Yeah. Are you okay? Yeah. Very hot, very hot. Very hot, yes. Even de laatste duik. Net hebben we beleefd. Ja, we moeten het echt even verwerken hoor. Ja, what the fuck, waar zijn we in beland? Oh, wij dachten we zijn in een secte beland. Ja, ja, zo dat toen ik stond, toen dacht ik nog wel van oké. Oh ja, dat is wel lekker. Wat maar toen het in de sauna, dat zei hij ook helemaal lach. Nou, Mistake. Yes. You don't have it. Yes. Okay, so this is the first warning or I pay now? Nou, wij komen net van het politiebureau. What the fuck? Ja, wij zijn ook gewoon dom. Dat we hier, als we hier gaan rijden, moeten we gewoon helm op, klaar. Ja. We moeten sowieso helm op. Dit was echt
fucking lief. Je hebt eerst die rijstvelden, dan heb je die, dat water. En we hadden echt geluk met onze tourguide. Want we zeiden van, willen even af, want we hadden echt een langzame groep voor ons. En ze hadden gezegd, ja, even een beetje afstand houden, dan kan je ons filmen. Toen zeiden, ja, ja, is goed, is goed, is goed. Dus hij draait gewoon letterlijk met één hand. Ja, hij doet inderdaad letterlijk met één hand sturen op al die dingetjes. Echt hè? Bizar. Door water, door grotten. Alles. Nou, en toen heeft hij ons gewoon gefilmd en wij konden ook even snel gaan. Stop. Nieuwe verblijf. Ja. Ja. Helemaal in de jungle. Even serieus. Maar dit is ons huisje. Kijk hoe cool. Kijk dan eventjes dit uitzicht. We hebben zometeen ook lekker een massage bij een hele mooie spa. En daarna gaan we ook ergens heel mooi uit eten. Oké, hier ben je. Verdurig. Zo mooi roze ook dit. En dan moet jij maar even overheen doen. Gevulde condoom. Poef, poef, inderdaad. Magic. We hebben ons even hier omgekleed. Maar de massage was echt heel lekker. We gaan nu lekker eten in het restaurant hiernaast. Besteld, want we doen even net of keer jarig is, maar het is gewoon een feestje, want we zijn op Bali. We hebben even de camera gestolen van Ruby en Kia. Wie zijn die meiden? Ja, we zijn weer gechanged. Ja. We gaan weer op de scooter. Naar huis. We zijn in de middle of nowhere. Nee, we zijn wel bij ons huisje. Okay, wacht even. Ik heb net volgens mij bijna... Ik weet niet nou of ik een rat heb overreden of iets heb overreden. Maar er liep iets over. Oh my god. Nou, we gaan naar ons huisje. Ik in de bush. Oh oh. Nee, ga maar gewoon. Moet ik voor? Maat? Dit is echt wiebelie, hè? Nee, kom. Zou ik voor gaan? Hou vast. Ik ben een backpacker. Kom mee. Maat, doe even niet zo wiebelen. Maat. Oh nee, maar dat is echt groot, hele grote beest, hè? Ja. 1, 3, 1, 3, 1, 3, 2, 1. En de meisje zegt ja tegen MDMA. Die meisje is een mot er aan. Want ik heb drank! En drugs! Ik heb drank! En drugs! Dit kan niet!
zo ver deze. Ja. Ja. Heb je even deze badkamer gezien, maatjes? Mijn elastiekje gaat niet uit. Ik ga echt niet alleen in die kamer. Ruby vindt het een beetje eng. Ja, maar het is heel leuk, maar ik vind het echt dood. En kijk, daar hangt er wel alles. Spinnenweb hier. Ja, dit is jungle. Oh, dit is onze spin. Doos. Ja. Hallo. Dit is onze badkamer. Het is wel eng, maar wel cool. Die pet met die knotten. Kijk, dat shizzle-ding eronder. Oh, ik vind het echt allemaal zo enig. Nee, ik vind het echt niet leuk. Wel. Nee, hier maak je me echt niet blij mee. Jawel, dit is ik echt... heb dan zoveel angst gevoeld. Ja, dit is toch heel grappig. Ja, heel leuk. Adventure. Ja, adventure. Als ik zo meteen in mijn eigen bed kan liggen, vind ik het leuk. Maar ik lig hier zo meteen ook. Ja. Ja. Zo'n goede straal. Ja? Ja. Oh, dit haar. Maar goed, jongens, dit was de vlog. Ik weet het, is geen volle weekvlog. Maar ik heb zoveel content dat ik het maar eventjes hierbij laat. Dus als je wil weten hoe wij hebben geslapen hier. Gozer. Ja, maan. Dan moet je even de vlog van volgende week kijken. Er komen nog genoeg Bali vlogs aan. Dus peace out, tabé.